Mark en Ma, we hebben net de Amstel Curaçao race gereden. Hoe ging het? Ja, goed. Het was een lastige wedstrijd zoals altijd. Zware omstandigheden hier en toch een hoog niveau qua deelname. Maar ja, zware wedstrijd. Ik gaf het een beetje uit handen halverwege. Er gingen twee jongens wel heel vroeg lopen. Die pakten een heel groot gat. Dus ik moest aardig mijn best doen om ze nog te achterhalen. Maar uiteindelijk toch nog derde geworden. Ik denk dat ik daar tevreden mee mag zijn. Er waren een aantal jonge jongens uit Curaçao en meiden trouwens ook. Die voorin heel goed meededen en zelfs in de kopgroep eindigden. Een van hen staat naast je, Tito. Hoe heb jij de koers beleefd? Ja, het was hartstikke leuk. Het is ja, altijd koers en het is altijd leuk om tussen de profs te kunnen rijden. Dan is het een hele andere belevenis wat je normaal gesproken op het eiland krijgt. Johnny Hoogeland won. Kon je me een beetje bijhouden? Na de eerste ja, zeg maar, dat 70% van, tot 70% van de route. En ja, de 30% dan toen hij gas geeft, dan was het over. Mark, hoe verklaar je dat deze jonge jongens die profs bij kunnen houden? Hoe is het niveau op Curaçao? We zijn al een paar jaar geleden hier begonnen, of een beetje een andere weg ingeslagen. Er is wat meer begeleiding gekomen ook. Mijn vader heeft trainingscursussen veroorzaakt. Nou, ik zelf ga veel trainen met lokale jongens ook. En Tito is ook een van de jongens die cursus ooit heeft gedaan met mijn vader. Daar heel veel kennis heeft opgepikt en dat ook weer deelt met heel veel jonge jongens hier. Hij woont hier natuurlijk het hele jaar. Ik ben hier slechts een paar maanden per jaar en zo zie je toch dat in de breedte het niveau ieder jaar een beetje omhoog gaat. En vandaag, ik denk dat de uitslag dat ook wel bewijst. Er waren toch een aantal jongens in de top 10. Nou, een paar jaar geleden was dat ondenkbaar geweest, dus dat zat zeker mooi en ik denk dat we daar trots op mogen zijn. Tito, je vertelde net een bijzonder verhaal over hoe jij bent begonnen met fietsen. Je woog namelijk een paar kilo te zwaar. Ja, toen na een ongeluk te hebben gehad tijdens het trainen, 2 jaar geleden, ben ik behoorlijk aan een gewicht aangekomen, tegen de 110 kilo. Dus het doel was om wat slanker te worden. En naarmate dat proces inging, 2 jaar later kunnen we praten, ja, ik heb nu 82 kilo en dan kan ik ook deze flinke jongens beter bijhouden. En waar gaat dat toe leiden? Je fietst nog maar 2 jaar, vertelde je. Waar wil je naartoe? Nou, namelijk in het Caribisch gebied is er behoorlijke kansen dat wij hier met de aantal jongens die vandaag ook goed hebben gereden, dicht in de buurt kunnen gaan, zoals Venezuela, Colombia, Dominicaanse Republiek, kunnen gaan rijden en daar ons niveau verhogen. En dan ook in het Caribisch gebied een punt kunnen zetten van ja, hier zijn we en nou, we gaan ervoor. Mark, hebben een aantal van deze jongens de potentie om prof te worden? En laten we vooral de vrouwen ook niet vergeten. Ja, nee, zeker. Het is, kijk, we zijn met helemaal niks begonnen hier. En als ik nou kijk waar we een paar jaar later staan, zoals vandaag, zijn het gewoon een paar jongens die de profs goed lastig maken. Ik heb met een paar van de profs gesproken hier, die toch een beetje schrik hadden onderweg voor deze jongens. En dat is wel mooi. Het is wel een lange weg te gaan en het niveauverschil met Europa is natuurlijk wel groot. Maar ja, het is wel zaak dat we nu een beetje geld bij elkaar sprokkelen voor een lokaal programma, hè, waar Tito het ook over heeft. Dat ze wat meer wedstrijden in de regio kunnen gaan rijden hier. En ik zie het wel rooskleurig tegemoet. We hebben er nog een paar jaar voor nodig, maar misschien moet ik me langzaam daar een beetje zorgen maken. Ja, ga je hem binnen een paar jaar kloppen? Nou ja, dat is het doel wel hoor. Je moet er hard voor werken. Maar zoals Mark zei, het is een proces wat tijd vergt. En het is een sport waar je heel veel discipline moet hebben. En dat, ja, dat allemaal samen, dan zal je wel goede resultaten mee krijgen. Mark, hoe belangrijk is zo'n evenement als de Amstel Curaçao race voor deze lokale jongens? Het is vooral een belangrijk evenement geweest de afgelopen jaren. Omdat eigenlijk door dit evenement veel jongens zijn begonnen met fietsen. Verder betekent het evenement niet veel voor de jongens, maar het is natuurlijk wel de kans om zich op deze dag te meten met profs uit Europa. En wat ik al zei, het heeft heel veel enthousiasme onder jeugdrenners veroorzaakt. En, dus in die zin is het wel heel goed geweest. En over je eigen carrière, je fietst bij United Healthcare. Hoe ziet jouw komende seizoen eruit? Wat zijn je plannen? Ik heb nog een lopend contract bij de ploeg. En komend jaar hoop ik dat we weer wat meer in Europa gaan koersen. En ik dus wil zelf graag ook wat meer in Europa koersen. En ik heb afgelopen jaar een beetje een vlak jaar gehad. Geen slecht jaar, geen supergoed jaar. En ik hoop eigenlijk op wat meer uitschieters. Maar ik moet eerst zorgen dat ik de jongen hier naast me eraf rijd de komende weken. Voordat ik naar Europa terugtrek. Anders kan ik beter hier blijven. Je vertelde me onlangs dat de ploeg ook plannen heeft om voor een wildcard te strijden voor de Giro.
Zou dat een leuke ronde voor jou zijn? Ja, zeker, zeker. Als de ploeg startgelegenheid krijgt daar, dan ben ik daar zeker bij natuurlijk. En dat proces loopt nu. We zijn nog in onderhandeling met de organisatie van de Giro. En dus ik hoop dat we daar snel nieuws over krijgen. Maar dat zou ik heel erg geweldig vinden. Ja, succes allebei.